Want fietsen in ons land wordt steeds gevaarlijker en daarom wil Veilig Verkeer Nederland nieuwe regels. Ja, Nederland is altijd natuurlijk een echt fietsland geweest. Het zit helemaal in onze cultuur ingebakken en daar zijn we ontzettend trots op. Maar omdat er steeds meer verschillende fietsen bijkomen op dat fietspad, is de lobby weer gestart. Het verkeer moet drastisch anders worden ingericht. In het AD zien we deze voorpagina. Het is te druk op het fietspad en snelle fietsers moeten naar de rijbaan. Dat zeggen Veilig Verkeer Nederland dus en de Fietsersbond in deze krant. Er gebeuren namelijk veel meer ongelukken op het fietspad, doordat we ook met verschillende snelheden onderweg zijn. Ja, fietsen op een bakfiets is natuurlijk ook anders dan met een racefiets. En laat staan dus dat de gewichten van die fietsen ook anders zijn. Nou, wat moet er dan gebeuren? Het verbreden van de fietspaden. 6 op de 10 fietspaden binnen de bebouwde kom voldoet nu nog niet eens aan de norm. Nou, dat moet dus nog breder. En er moeten fietsstraten en fietssnelwegen bijkomen. Maar het allerbelangrijkste is dat de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom omlaag moet. Dat is nu 50 km per uur. Dat moet 30 km per uur worden, zodat snelle fietsers, zoals e-bikers of wielrenners, gewoon op de straat zouden kunnen fietsen. Nou, in de grote steden is daar animo voor. De 4 grote steden in ieder geval. Vorig jaar zeiden ze al, doe die maximumsnelheid binnen de bebouwde kom omlaag. Nou, de minister die heeft ook al aangegeven daar wel iets in te zien, maar er is nog geen gehoor aangegeven. Ja, meneer Post, u woont in het gebied waar oud-minister Sander Dekker zijn ongeluk heeft plaatsgevonden. Hoe is de situatie daar? Ja, daar zie je inderdaad in de duinen. En dat gaat natuurlijk heuveltje op en heuveltje af. Mm-hmm. Dat daar enorme snelheden worden bereikt. Ik merk het zelf ook als ik in Den Haag, waar ik woon, aan de rand van de stad naar het centrum ga. En ik leen de elektrische fiets van mijn echtgenoot. Mm-hmm. Geeft een enorme kick dat je niet 3 kwartier erover doet, maar 20 minuten. Maar ik bedacht me wel laatst, toen miste ik een stoepje en ik vloog toch wel half door de lucht, dat ik dacht, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Heeft u dan een helm op? Nou, eerlijk gezegd niet, want je denkt dan, je bent onoverwinnelijk. Maar ik zie trouwens ook dat juist jonge mensen nu ook elektrische fietsen ontdekken. Ja, en die maken dan natuurlijk ook het geeft een kick, een enorme snelheid. Dus hier moet wel heel wat wat aan gedaan worden op korte termijn, denk ik. Want het loopt wel de spuigaten uit. En wat u betreft is goed dat deze plan... Het kan niet al het dichtstbevolkte land zo'n beetje ter wereld. En als je dan iedereen op de fiets zulke snelheden maakt, ja, dan moet je wel wat doen. Ja.